Dan nog iets heel anders. Tot slot een bericht over Bram van der Vlucht, die acteur die jarenlang vooral begin december heel veel te zien was. De NTR zou vanavond in een speciaal kinderjournaal met een belangrijke mededeling komen. Maar die mededeling is al uitgelekt. Stefan de Wallen volgt hem op. En dat is hem dus, de opvolger.